Degene die het wel weet is uh, uw oud-collega Sjoerd Sjoerdsma, uh -huh. buitenlandwoordvoerder woordvoerder voor D66. En die tweette op 30 september, dus dat is uh, twee weken terug of zo, het beste antwoord op Poetins illegale annexatie van delen van de Oekraïne uh, vanmiddag, vraagteken, de aankondiging dat Nederland bereid is F-16's te doneren, dat we voor honderden miljoenen aan Oekraïnse wapendeals gaan financieren en dat we Sovjet munitie voor Oekraïne gaan kopen. Ja, vind ik het, ja, ik zou bijna zeggen, tickeltje wilt amigo, maar ja... Uh, uh, yeah. U zegt net zelf, we moeten meer doen. Ja, maar ik heb het dus echt over het beschermen van burgerbevolking... Uh, met uh, uh, zeg maar wat we dan schilden noemen, uh, de raketafweer. Daarmee kan je uh, wel raketten en dus munitieladingen treffen... maar niet het Russisch grondgebied. En dat doe je met, met F-16's wel.